Hoi, mijn naam is Chris en ik heb hier aan de bachelor docent dans gestudeerd aan Artes Hogeschool voor de Kunsten. Ik ga jullie vandaag wat vertellen over Artes Studium Generale en zal ook wat studenten en leraren interviewen over hun ervaringen met dit platform. Artes Studium Generale organiseert bijeenkomsten, vergaderingen, praatgroepen, podcasts, blogs en noem maar op over de staat van de kunsten in relatie tot de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij. Ze doen dit in alle drie de steden waar Artes zich bevindt, dus Arnhem, Enschede en Zwolle. De onderwerpen waarover Artes Studium Generale de evenementen organiseert zijn uiteenlopend. Zo zijn er meer concrete onderwerpen zoals klimaatverandering, maar ook meer abstracte onderwerpen zoals identiteitsvraagstukken. Het hoofddoel van Studium Generale is om studenten en kunstenaars bij elkaar te brengen en met elkaar kritische vragen te stellen over deze onderwerpen en daarnaast na te kunnen denken over hun toekomst. Het geeft een soort heel divers en brede inkijk in wat kunst kan zijn of wat het kan betekenen, maar ook wat er speelt in de maatschappij. Studium Generale die gaat echt wel mee met de tijd in de zin van de thema's die ze aanspreken zijn super actueel. It is definitely a nice way, a nice source of materials that you can dig in, try to find yourself and discover things about you that you didn't even pay attention to or that you were struggling with or raffling. To understand. Dat je het kunt opzoeken, dat je daardoor ook een soort van specifieker ook dingen kunt inbrengen. Dat vind ik wel leuk. Dat je daardoor ook meer bij zo'n gesprek dat je dan zelf ook vragen kunt aanleveren en zo. Dus als je dat wil, als je die diepgang wil en als je zelf dingen wil vormgeven, dat daar meer ruimte ook voor is. Ja, misschien geïnspireerd te worden om jezelf in je eigen praktijk te verhouden tot een grotere kunstwereld, maar ook gewoon denk- en levenswereld. Toen gingen we met z'n allen soep eten en toen ontstonden die meer casual gesprekken en toen werd het opeens ook heel erg warm. Dus dat was al een mooi moment. Ja, yeah, it's great. It continues, I hope. So, no, it's important to have, you know, this also outside conversations. Vanuit gewoon verschillende lenzen kijken en dat je altijd tegelijkertijd vanuit verschillende lenzen kunt en moet kijken. Ja. En dat vind ik wel heel tof aan het Studium Generale, dat daar ruimte voor is. Dat geeft wel een soort verdiepingsslag en je krijgt ook, wordt in aanraking gebracht met mensen en bronnen waar je misschien zelf in eerste instantie niet aan had gedacht. In Arnhem is een evenement wat voor corona georganiseerd werd de activistische leesgroep. Deze is nu omgetoverd naar een online evenement, namelijk de online lunch event. En binnen deze leesgroepen ga je een bepaald onderwerp bespreken en wordt er ook vaak een gastlezer uitgenodigd. Onderwerpen die in het verleden aan bod zijn gekomen zijn bijvoorbeeld feminisme, maar ook embodied activism en cultural appropriation. Dus bijvoorbeeld van wie is het verhaal en wie mag iets wel of niet vertellen. Also, the exposure to these movies gave me like a lot of inspiration, but also a lot of resources. Ik leerde Artes als instituut beter kennen. Gewoon hoe het hier werkt. Ik heb heel veel docenten daar ontmoet van verschillende afdelingen. De sprekers van de Studium Generale, daar heb ik heel veel aan gehad. Want die soort van veelzijdigheid van mensen over verschillende thema's te kennen eigenlijk. Vooral voor mij als muziekstudent was het echt super prettig om met andere concepten in aanraking te komen, om andere studenten uit andere disciplines te ontmoeten. It also gave me like the opportunity to understand more the vocabulary that goes around activism and seeing how that can apply to my work and how like there's also a connection between the way I experience life and the way that I create. Eigenlijk had ik heel erg geluk met de Studium Generale in mijn afstudeerjaar, want ik deed dus een project over feminisme. En dat jaar stond voor Studium Generale helemaal in het teken van feminisme en ze hadden de feministische leesclub. En wat ook heel tof was, was dat in de mediatheek ook wat boeken op een plankje vrijgezet waren over feminisme. I'd say, as a content creator, as a creator of any kind, there's like necessary questions that you must ask yourself, and if you don't know where to start or where to go or what question is really important for your work, it's just interesting to just walk into these different spaces and just see what's going on, because I didn't really walk into
the movie screenings with an idea in mind of what I wanted to get out of it. But in the end, it gave more than I thought it would. We zijn nu bij Artes in Zwolle en in Zwolle worden vaak de Kitchen Table Conversations georganiseerd. De centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we de ander benaderen, verwelkomen en een thuisgevoel geven? Toen deze evenementen offline waren, werd er ook altijd in de pauze eten geserveerd en kon je met elkaar aansluiten aan tafel om te spreken over de onderwerpen die avond aan bod gesteld werden. Een bijzonder online evenement dit jaar voor de Kitchen Table Conversation was met Elaine Michener. Zij is een hedendaagse zangeres, bewegingskunstenaar en componist. En zij maakte in een podcast, online gesprek en een film inhoud over de vraag: welke keuzes maken we bij het herinneren en herdenken? Je kreeg altijd zo'n mail altijd al van Studio Generale. En daarin stond allerlei informatie en leuke dingen. En toen zag ik een keer Diversity for What en dat ze daar mensen voor vroegen om iets toe te voegen. En ik dacht, hey, ik voel me hier wel mee verbonden, dus ik had gewoon wat ingestuurd. En toen zei ze van ja, kom maar. En toen bleek het echt een hele mooie avond te zijn eigenlijk, waar ik toen 3 korte spoken word stukken kon delen over diversiteit. Wij waren heel erg benieuwd naar wat je relatie is met planten, de plantaardige omgeving. En voor de podcast en de workshops hebben we echt ingezoomd op de kamerplant. Ik had ook wat kritiek op de manier waarop Studium Generale met zowel muziek omging. En ik had ook wat vragen over hoe ze, zeker met klassieke muziek, dan vragen zouden stellen. Mm-hmm. En toen zei Mirjam, oké, kom jij dan maar de vragen stellen. toen ben ik daarbij gekomen. Wat goed. Ik vroeg me op een gegeven moment af van hoe verhoud jij je tot bijvoorbeeld Mozart? Ik vond het wel grappig, toen zei ze van ja, die gebruik ik gewoon als stemoefening. En ik vond dat wel leuk. Ik vond het grappig en ook wel een soort van bevrijding hebben of zo. What I'm writing for the blog for Studium Generale is a perspective, my perspective also, to try to include my perspective also, like something that is legit and has the possibility to be also included as a truth. We developed a program, How on Earth, that was a series of movies devoted to ecological problems. It has broadened my connection on an artistic level, and also I got in connection with Artist Press. Het heeft mij in contact gebracht met heel veel verschillende mensen tijdens de workshop, maar vooral ook gedurende het maken van de podcast en de workshop. Het heeft mijn eigen netwerk ook vergroot en heb leuke contacten opgedaan ook. Ja, die stukken een keer kunnen uittesten op een publiek. En daarnaast heb ik ook nog wel veel reacties ontvangen op die Insta Poetry. We zijn op Aki Artes Enschede. Hier werd voor corona de filmserie How on Earth georganiseerd. De centrale vraag tijdens deze filmavonden was: hoe kunnen wij als mens samenleven met de natuur en met dieren? Dan werden er kunstenaars en gastsprekers uitgenodigd om samen met de bezoekers van het evenement over dit onderwerp in gesprek te gaan. We wanted to expose the students to different perspectives, to also to political activists. Naast de online en offline evenementen heeft Artes Studium Generale ook een website. En die zie je hier. Op de website kun je onder agenda de opkomende evenementen zien. Bij studies staan er allerlei verschillende uitingen gesorteerd onder verschillende thema's. Vaak zijn dit dingen die al bij afgelopen evenementen verzameld zijn, maar ook dingen die online gemaakt worden. Zo kun je bijvoorbeeld klikken op video's, podcasts per thema, maar ook kun je hier kijken naar essays, verschillende interviews en verschillende publicaties die onder de naam van Studium Generale gemaakt zijn. I have to mention this, that I am an editor as the board committee of the APRIA, which is a platform for artistic research, so for young students who want to publish their research. And this is also an amazing space where you as a teacher, but also as a student, I imagine, you can see and learn, you know, how questions can be raised and how you can investigate particular urgencies through artistic research. It's a roadmap to understand what are the urgencies for art and design today.
Als je Artestudium Generale kunt beschrijven in 3 tot 5 woorden, welke woorden zou jij aan de organisatie geven? Open, warm en verbindend. Breed. Diepgaand. Inspirerend. Intersectioneel. Non-conforming. Interessante contacten. Queer, because it defines heteronormatives. It's refreshing. Meliorism, because it inspires you into believing that it can get better. Safety in terms that finally you can say things or you can read things that have been unspoken. Vaak verliet ik als student evenementen van Artestudium Generale met nieuwe ideeën, nieuwe connecties en nieuwe vrienden. En wat ik zo waardevol vond aan deze evenementen en Artestudium Generale in het algemeen, is dat je mensen ontmoet die een onderwerp wat jij ook interessant vindt, vanuit een heel ander perspectief bekijken. En dat geeft hele verfrissende en nieuwe discussies over dingen. Dat is voor mij ook een reden om Artestudium Generale nu nog steeds online te volgen, ook na mijn afstuderen. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook of Instagram of de podcast. Zo blijf ik een beetje bij over de onderwerpen die ik interessant vind en hou ik mijn kennis, ook als dansondernemer in het werkveld, up-to-date.